En de vouw zit aan de rugkant van het boek. Dus je plakt hem op de Donald Duck vast. Dan klemmen we dus alles in het apparaat. En draai je het stevig vast. Het mag ongeveer een halve centimeter of een paar millimeter uitsteken. Naar boven toe. En we trekken de bandjes glad. Daarom moesten ze kunnen bewegen, dat we ze op dit moment glad konden trekken. Ik gebruik Bison, alleslijm. En daarmee smeer ik de hele rug in. Zodat alles belijmd is. Dus van schutblad tot schutblad en alles wat ertussen zit. Probeer niet te veel te lijm te morsen op het apparaat, want dan plakt het straks vast. Dat is een beetje lastig bij het uithalen. Alles goed overal invrijven, alle gaatjes vullen, alle sliertjes vastplakken. Zodat het helemaal een glad oppervlak wordt. En dit moet dus drogen. Daarna gaan we het boekblok recht maken. Alles is nog een zootje, zeg maar. Papiertjes steken nog uit. De voorkant is niet recht. Ik klem het daarom tussen twee planken. Waarbij het een beetje uitsteekt. Het uitsteeksel ga ik eraf halen. Zodat er een glad boekblok overblijft. Let op dat de twee planken netjes uitgelijnd zijn. En klem het geheel vast in een... Met twee lijmklemmen. Steeds controleren of alles nog wel glad zit aan de voorkant. Dat is een beetje moeilijk. Maar het lukt. Twee lijmklemmen. Flink alles aanklemmen. En uiteindelijk kun je het dan vastzetten in de bankschroef. En dan schaaf ik het glad. En een schaafje heb ik wel. Ik heb niet een boeksnijmes of zo. Maar dit gaat redelijk goed en je krijgt een mooi glad resultaat. Als het naar je zin is, dan kan het eruit. Met de bankschroef. En dan kunnen de lijmklemmen losgemaakt worden. En dan... Mooi glad. Ook de zijkanten doen. Zorg wel dat het haaks op de voor- en achterkant staat. Dus even lastig inklemmen. Het geheel in de bankschroef zetten. En het grove werk kan dan scheuren met de zaag. En uiteindelijk schaven, zoals net. En uiteindelijk hou je dan dit over. Dan doe ik de tweede helft 2007. Een beetje iets als een telefoonboek, zeg maar. Alle blaadjes zijn even groot. Dit is zo'n versterkingsblaadje in het midden. Dan gaan we nu de rug maken van het boek. Dan gebruiken we een lap stof voor en twee stukjes touw die ietsje langer zijn als de dikte van de rug. En een lapje stevige stof dus, niet te dik en ook niet rekbaar. Het moet iets langer zijn als dat het boek hoog is en ook ietsje breder als de rug. Dus je moet aan de boven- en onderkant van het boek ongeveer 3 centimeter uitsteken. Het lapje dat plakken we vast. Op de rug van het boek. Steek dus nu aan links en rechts steek het uit. 3 centimeter ongeveer. Het is ook iets breder als het boek. We plakken het goed vast. En dan aan de boven- en de onderkant. De vouw wordt om met daartussen het touwtje. En de boven- en onderkant komt dus een touwtje ertussen. Dat komt ongeveer ietsje verder als het einde van het boek. 2
2 mm verder. Plakken we dat vast. Lijm erop. Touwtje erop en omvouwen. Met het mooi ietsje breder boek. Dat ziet er ongeveer zo uit. Nu gaan we het kapitaalbandje maken. Daarvoor gebruiken we 2 draadjes van borduurgaren. We maken een gaatje tussen het schutblad van buiten naar binnen. En nu trekken we de eerste naald erdoor. Van buiten naar binnen tot aan de knoop. Dan trekken we het gele draadje strak en het bruine draadje eromheen door de eerste Donald Duck. Weer naar buiten en dat trekken we aan. Dan het bruine draadje naar je toe en het gele draadje eroverheen steken we in het midden van de volgende Donald Duck. En zo werken we alle Donald Ducks af. Steeds tussen de Donald Duck insteken, steeds over het draadje heen. Tot en met het laatste schutblad. En dan het vastknopen op het eind. Dan krijg je dus, zo ziet het er aan de binnenkant uit. Ik zal het nog een keer laten zien. Hier is een filmpje. Het gele draadje ligt klaar. We steken tussen 2 schutbladen door. En nu over het gele draadje heen tussen de eerste Donald Duck in het midden. En dan trekken we het aan. Bruine draadje over de rug naar voren trekken. Gele draadje eroverheen. Tussen, midden tussen Donald Duck 2. En weer naar buiten. Ongeveer een centimeter. Naar onderen steekje. En zo werken we heel de rug langs. Het midden opzoeken. Er precies tussenin. En dan het leeslint maken, een gevlochten koordje. Met aan het einde een knoopje. En dan halen we die achter tussen ons borduurwerkje, dat kapitaalbandje door. Totdat de knoop hem stopt. In het midden laten uitkomen. En dan heb je dit, bandjes, boekblok, kapitaalband, leeslint. De kaft. Hardboard gebruik ik daarvoor. Ietsje groter als het boek. En zorg ervoor dat het netjes haaks is. Ik gebruik daarvoor nog een haakse hoek. En dan zagen we het op maat. Dan hebben we de voor- en achterkant netjes opschuren. Dan gaan we de rug maken. Daar gebruik ik een doosje voor van saus of zo. Een beetje flexibel karton. We plakken dat vast op de bovenkant. Doen het boek ertussen. Omdraaien en strak vastpakken. Dan halen we het weer los. En dan plakken we aan de binnenkant er een papiertje op. Het kafje, een mooi stofje, de hoekjes eraf knippen en dan omdraaien en goed vastplakken op de buitenkant. Zo ziet de binnenkant eruit. De hoekjes omvouwen, de zijkanten en de onderkant. Dan gaan we alles vastplakken op de kaft van het boek. Alles ertussen, lintjes, fritseltjes, omdraaien, strak vastplakken. De rug plak je niet vast, die blijft los. Dus alleen de voor- en achterkant vastplakken. Het geel een nachtje in de klem. En het boek is klaar en kan in de rij. Dankjewel voor het kijken, ik hoop dat je er wat aan gehad hebt.